Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe WWE 2K14 Universe Mode. Het is tijd voor de TLC Pay-Per-View. Eerste match Stone Cold Steve Austin tegen Triple H. Tegen Shawn Michaels, een triple threat ladder match voor de United States Championship. Die wordt gewonnen door Shawn Michaels, de Heartbreak Kid. Gevolgd door Ultimate Warrior. Tegen Mick Foley in een Extreme Rules match. Dat in het voordeel is van Mick Foley, de hardcore legend. En die pakt dan ook de overwinning. En dan zijn wij aan de beurt met Hollywood Hogan. Tegen Bray Wyatt in een table match. Gaan we dit winnen? We hopen het natuurlijk. We zeggen let's go. En daar is de eerste man. De leider van de NWO, Hollywood Hulk Hogan. Maar goed, wij gaan dit gewoon winnen. Leider of niet, NWO, grote faction, groot team. WCW was NWO echt de bom. Maar in de WWE was het gewoon een beetje uitmelken van de grote naam eigenlijk. Toch wel tof hoor, eigenlijk. Hollywood. Leider tegen leider. Wie zal de betere zijn? Wordt dat de man hier, Hollywood Hogan? Of zullen wij dat zijn? Bray Wyatt. NWO tegen de Wyatt Family. Is het eigenlijk... nou, dat eigenlijk net niet. Maar nou en. Shirt helemaal uitgescheurd. De man is klaar. De man is hyped. Hij heeft fans achter zich staan, zo toch? Hij wordt niet uitgejold, dus... En daar zijn wij. Bray Wyatt. Komt tevoorschijn, man. Nee, Bray neemt zijn tijd. Hij heeft geen haast. Maar daar is die. Hoedje op. Bloesje aan. Bray Wyatt. Nou jongens, let's go. Nog even een ladingsscherm van Sheamus. Maar nou is het tijd voor de match. Hollywood direct met een reversal. Ik reversal daarna. Slaan in de rug. Kom maar op jongen. Tijd dat je verdwijnt. Het is de old generation tegen de new generation. Kom maar op. Kunnen we hem nou wel door de tafel heen? Ja, oh! Close, close. En slim van Hogan. Het scheelt niks. Oh, kijk uit met die tafel daar. Het is nu al gevaarlijk. Het was bijna een record, nee. Maar de match was al wel bijna heel snel over.
Laten we teruggaan in de ring. Worden we in de turnbuckle gegooid. Reverse. Huppakee. Kom maar op, Hogan. Het zou nog lijpen zijn als bijvoorbeeld dat wat Hogan op heeft, die bandana, dat ook van zijn hoofd kan vliegen. Als je bijvoorbeeld een keertje goed slaat of wat dan ook met een move. Maar goed, het is een beetje gewoon extra detail, maar hey, je weet. WWE 2K15, hè? Dan was het helemaal onder controle van 2K. Deze game is nog grotendeels gemaakt door THQ en Jukes. Dus ik ben benieuwd als het compleet door 2K is, wat we te zien gaan krijgen. Nee. Only time will tell. Dat gaat niet heel lang meer duren, denk ik, voordat we de eerste beelden binnen gaan krijgen. Of het rooster, iets in die richting. Ik ben benieuwd. Oh, body slam. Oh, hij gaat in zijn comeback mode. Damn, nu al? Nu al? Oh. Oh, daar gaan we. Blijf slaan, Bray. Laat je niet voor de gek houden. Wij gaan deze comeback mode winnen. Here we go. Gewoon nog een keer slaan. Bam! Rot op, man. No hype, dat bullshit. Gaat gewoon neer. Oh, dat ging niet helemaal zoals ik wou. Laten we de... Oh, damn. Dat is smerig, Hollywood. Dat is smerig. Kom eens hier, jij. Oh. Ja, blijf maar bezig. Oh, bijna de clothesline. Nou, haalt hij ons neer. Pak de tafel, wat gaan we doen? Oh nee, vriend, oh nee. Dat gaat hem niet worden. Wij gaan jou er doorheen gooien. Oh. Uh-oh. 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 No, 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 no. Hij mist de tafel. Je lompe lul, Hannes, die je ook bent. Dan kan je winnen en dan doe je het niet. Nee, wel goed slaan. Uh-oh. Pak die te... Oh, shit. Dan drukt hij hem weer in die klote hoek van hem, hè. Nope. Kom eens hier, jij. Nou hebben wij een tafel. Hup. Erop. Oh, we kunnen natuurlijk ook gaan jumpen. Gaat het hem worden? Oh, reversed. En dan telt het gelukkig niet als een loose. Anders was dat heel naaiend geweest. Maar dat was pijnlijk. Uh-oh. Nope. Gaan we niet worden. Laten we deze kromgebogen tafel erbij halen. Wat kom je doen? Zei ik dat dan mocht? Huh? Oh, ja, ik keek de andere kant op, ouwe. Cheater. We gaan het afmaken. Oh, wat een misser. Daar hebben we hem. Het is eigenlijk zo jammer dat je niet een move erop kan doen. Maar we gaan kijken. Dit kan nog... Ah. Shit. Dacht je nou, man. Hé, ik heb trouwens een beter idee. Rol op naar dit ding. Ik bedoel, dat is ook een tafel, toch? Zou dat tellen? We gaan er snel genoeg achterkomen. Wat ben je nou aan het doen, man? Zo. Kom eens hier. Nee, zonder tafel graag. Jongen. Wauw. Laat die tafel gewoon staan. We hebben geen tafel nodig. Wauw.
Zachte glitch daar, jongens. Zachte glitch. Huh? Oké. Als je... Oh my lord, wat heeft hij toch? Laat die tafel gewoon gezond staan. Nee, laat gewoon staan. Laat gewoon staan, die achterlijke kuttafel van je. Zo. Nou, kom eens hier. Dank je. Je luistert, je... Oh. Dat is wat minder. Oh, hij haalt ons neer. Nou, hij gaat weer naar het kutding van hem. Oh, Hogan. Kom eens hier. Kom eens even mee met ons. Even met broeder Bray. Nee, hou hem vast. Zo. Kijk, nou gaan we... Oh, dat kan niet. Wat is dit nou weer dan van onzin? Oh. Kom op, finisher. Waarom geen finisher? Nou ja, zo kan het ook. Alleen het telt niet? Wauw. Het is toch ook een tafel? Damn. Oh. Het telt wel. Oké. Okay. Dit was eigenlijk best een kut match. Wauw. Dit was eigenlijk best een kut match. Maar goed, we hebben de overwinning. Je hoort mij niet klagen. Maar die bel die ging een beetje later om de match te beëindigen. Oh, gaat er iets gebeuren nog? Nee, hij is gewoon een wilde hengst. Tables, ladders en chairs, TLC. Was de eerste match. We hebben er nog één te gaan. Gewoon een one-on-one, dat wel. Maar dat maakt niet uit. Winnen is winnen. Wat is hij allemaal aan het doen, man? Zo viert Bray geen overwinning. Nou ja, hij is wel... Hij kan zo gek zijn als een deur, zo nu en dan. Dus, yeah. Whatever. Oké. Okay. Tof, tof. Volgende match. Jack Swagger tegen Randy Orton voor de WWE Championship. Randy Orton wint. En dan zijn wij weer aan de beurt. Kofi Kingston tegen Cody Rhodes. Gewoon een one-on-one match voor de Intercontinental Championship. Let's go! Introducing the challenger from Marietta, Georgia, weighing 223 pounds, Cody Rhodes. Wow, listen to that reaction. Thank you.
Okay, here we go. Intercontinental Championship match. Kofi Kingston tegen Cody Rhodes. Gaan we dit winnen? Vast wel toch, jongens? Hebben we hier vertrouwen in? Ik heb wel. Vorige match hebben we ook gewonnen. En dat was no DQ. Maar we hebben gewoon clean gewonnen die match. Dus dat moet nog een keer lukken. Wij worden gewoon de langste Intercontinental Champion aller tijden, jongens. We gaan een record zetten. Want hoe lang hebben we die titel nu al? Best lang, toch? Oké, we hebben een tijdje niet verdedigd. Maar whatever. Let's go. Oh. Oh, 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 oh. Dat was wat minder. Kijk, Cody Rhodes heeft een betere start. We hebben hier de reversal nu. Kom eens, hey. Monkey flip. Kom maar op, jongen. Kom maar op. In de turnbuckle. Nog een monkey flip. Moeten we achter de touwen gaan. En dan springen we omhoog. Oh, en dan rent hij weer onder ons door. En dan springen we... Hebben we ooit een crossbody geraakt eigenlijk? Oh, wat is dit? Netjes Cody. Kofi. Netjes Kofi. En kijk, dat raken we wel. En nog een keer. Oeh, move spamming. Hebben ze maag flink te grazen genomen. Kijk, we hebben het hele momentum nu aan ons zijde. Nope. Bulldog. Kom op, raak hem wel, hè. Anders heb ik niet veel zin. Trappen zonder te raken. Gaat niet werken. En hoppakee. Nope. Damn it. Ik krijg een aantal stoten uitgedeeld nu. En nou is het een reversal van Stijn. Cody wint uiteindelijk. Ai, 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 ai. Yes, daar halen we hem weer neer. Gelijk opgaande battle. Oh, en daar hebben we hem weer in de maag. Was de verkeerde kant, vriend. En weer eroverheen. We raken die move letterlijk nooit. Het is wat. Het is wat. Oh, ga je nou serieus spinnen? Dat wordt hem niet, ouwe. Dat wordt hem niet. Oh, trap in de rug. Yeah, haal hem maar neer. En dan doen we even een leuke regendans. Signature move is binnen. Oh, en dan leggen we hem heel mooi in het midden neer. Boom, drop, tijd. Oh, yeah. Nou. Dit gaat hem worden, hoor. Dit gaat hem worden. Wake up, Cody. Wake up. Oh, en hij connect in één keer. Gauw voor de pin. Hij ligt knock-out. 1, 2. Ja hoor. Cody Rhodes was geen moeilijke challenger voor de titel. Dankjewel, Cody. Easy win. Hij probeerde ons nog even heel snel te pinnen, maar dat... Nee, dat wordt hem niet, jongen. Dat wordt hem niet. Wij behouden onze titel. Hier zien we nog één keer de boom drop. Hoppakee. Dan krijgen we waarschijnlijk ook nog de Trouble in Paradise te zien. Ja hoor. En bam. Vol in zijn face. Dan zeg je slaap lekker Cody. Voor de 3 count. Toen was het over. We hebben nog steeds onze titel in handen. Gaan we hem ooit verliezen in deze Universe Mode? Nee. We gaan hem proberen te behouden. Ja, ja, wat een match. Wat een simpele title match. Sierra Hotel, India.
Echo, niet meer. Shield. Ik heb geen... Ik onthoud niet wat ze allemaal zeggen. Ze zeggen allemaal legerteams op. Delta, Echo, Lima. Nog meer. Virgil tegen Rick Rude. Echt veel rivalry matches, jongens. Virgil wint. En dan de match. Randy Savage tegen Batista. Batista wint. Hij heeft nog... Pardon. Hij heeft dus nog altijd zijn titel. We hebben hier allemaal nieuwtjes. Bray Wyatt picked up an aggressive win against Hollywood Hulk Hogan. Oh ja, zeker. Dan gaan we door naar Raw. En dan staan we hier niet meer in de lijst met Bray. Maar dat maakt niet uit. We gaan even checken in de rankings. Waar we nou... Oh, kijk eens aan. Bray Wyatt, number one contender voor de titel. Dit wordt leuk, dit wordt leuk. Dat betekent dat we met Bray Wyatt dus niet in de Royal Rumble match zelf zitten. Ach ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat wordt lachen, dat wordt lachen. In ieder geval bedank ik jullie bij deze... Oh, wacht even. Waar staan we eigenlijk nu dan met Kofi? Dat is dan ook weer een leuke. Oh, damn. Als dit zo is, dan zitten we helemaal niet in de Royal Rumble match. Dan hebben we title matches. Damn, son. Damn. En ik denk dat we nu onderhand ook... de langste Intercontinental Champion zijn, misschien. Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Oh, dat is times earned. Maar ik bedoel weeks... Ja, hier. 60 weken hebben we hem onderhand. Jesus. Netjes bezig, jongens. Netjes bezig. Nou, in ieder geval, nu bedank ik jullie wel allemaal voor het kijken. Ik zeg, vond je dit leuk? Drop dan een like. Like deze video. Of like hem gewoon voor de support. Maar het kan me enorm helpen. En dan bedank ik jullie met z'n allen voor die support. En voor het liken en voor het kijken. En hopelijk checken jullie de volgende video's ook. Laters.